Henk, ik heb de uitgelegde plannen voor de verbouwing van het Huis van Cultuur en Bestuur en de tekening erbij ook nog. Ik snap niet hoe het voor elkaar krijgt, maar ja. Contacten. Ja. Ik heb begrepen, Jaap, dat het moest voldoen aan de eisen van deze tijd. Ja. En dat is donders goed gelukt. Het is geweldig goed gelukt. Ja. Het is een duiventil, nou dat past fantastisch bij wat er de afgelopen periode gebeurd is. Niks mis mee. Nee, vliegen in en uit. Ja. Het is echt een duiventil. Ja. Ja. Hey, en als je naar de eerste etage kijkt, dan hebben we hier de beschrijving staat ook. Staat erop. Grappig, hè? Die is voor de Vereniging van Duivenmelkers. Voor de VVD? Ja, precies. Ja. En de tweede? De tweede die is volgens mij voor Christelijke Duiven... Appel. Sjoe, ik kon er niet uit, jongen. Ja, nee, joh. En dan zie... de derde, heb je die hier gezien? Ja, Doffer 66. Geweldig. Ja. En als je nou... goed naar binnen kijken, als je goed naar binnen kijkt, dan zie je dat de kamers voor de wethouders ook al klaar zijn. Hè? Ja, maar dan vliegen we in, dan vliegen we uit. Ja. En in zo'n kamer hangt het bordje boven de wethouder Houtduif. Weet je wat hij in zijn portefeuille heeft? Nee, precies niet. Nee. Bos en natuur. Ah, natuurlijk. Ja, logisch. Ja. En dus hier heb je een kamertje voor de Holenduif. Dat gaat vast over woningen. Dat gaat over woningbouw. Woningbouw. Ja. En ook zo grappig, de Tortelduif. Ook een kamer voor Tortelduif. Dat is niet zo moeilijk. Burgerstand, trouwen, alles wat erbij hoort. Ja. En er zijn... onlangs is er nog weer een duif ingevlogen. De meest recente duif die aan is komen, een pronkertje. Jij weet wie het is? Volgens mij is dat de heer Van der Bos, de nieuwe wethouder. Ja. En er is ook, en dat weten heel veel mensen, er is ook een prachtig duifje stiekem via de achterkant weggevlogen naar een nog grotere duiventil. Een groene duif. Ja. Laura. Laura Mack bedoel je? Laura Mack, ja. Fractie de grote duiventil van de provincie. Ja. Laten we die twee laatste eens uitnodigen voor de studio. Gaan ze vragen. Op naar de studio. Dank je. Goedenavond, welkom bij de derde termijn. Vanavond hebben we twee gasten. We hebben Laura Mack. Zij is na het overlijden van Rick Brink fractievoorzitter geworden van de CDA-fractie in Provinciale Staten. En we hebben een gesprek met de nieuwe wethouder Jan van der Bos. Wethouder Jan van der Bos, sinds een aantal weken, anderhalve maand denk ik ongeveer, wethouder hier. Inmiddels sinds, 23 april, geïnstalleerd door de raad. Dus dat is denk ik nu bijna 8 weken inmiddels. Gaat snel. Voor je het weet alweer 2 maanden. Ja. En hoe zijn de eerste indrukken? Ja, heel positief. Ik kende deze gemeente niet. Helemaal niet. Hè. Ik heb hier geen familie of vrienden wonen. Ik was hier wel eens geweest. Mijn vrouw en ik wandelen graag, maken lange wandelingen. Dus de Sallandse Heuvelrug kende ik wel. En ik was ook wel eens in Hellendoorn geweest. Maar dat was het eigenlijk ook wel. Verder niet. En ik merk dat ik het wel echt heel erg leuk vind om een plek te leren kennen die ik voorheen helemaal niet kende. Me daarin te verdiepen, kijken wat er nodig is, hoe ik mezelf nuttig kan maken. En daar ben ik dus nu bijna twee maanden volop mee bezig. Het is wel duidelijk dat ik hier meer dan genoeg te doen heb, zeg maar. Dat is duidelijk. dus dat ik denk, echt wel iets kan betekenen in de komende jaren hier voor deze gemeente. En daar heb ik gewoon heel veel zin in. Dus en de eerste contacten met de mensen bevallen me uitstekend. Oké, mooi team, college? Vind ik wel, ja. Wat ik eigenlijk ook net al even duidde voordat we echt aan het interview begonnen, is dat we elkaar in het college, vind ik, makkelijk vinden. We praten het grondig door en dan komen we ook gewoon goed samen tot een lijn. Ja. Ik heb daar een heel goed gevoel bij. Prima. Ja. U had een goede baan, een mooie baan. En dan toch de ambitie om te zeggen van, daar ga ik afscheid van nemen. Ik ga... Ja, solliciteren als wethouder in Hellendoorn. Het bloed kruipt toch een beetje waar het niet gaan kan, zeggen ze dan. Hè? Openbaar bestuur? Ja, de publieke zaak. Ik ben in de gemeente Ermelo 11 jaar wethouder geweest. Ben daar toen bewust ook mee gestopt. Dat was ook mijn eigen keuze geweest. Ja. Omdat ik daar niet tot mijn pensioen, was ik veel te jong voor, de wethouder kon blijven. Wat bent u nog? Dank je. Oh, dank u. Ja, nee. En... dus ik moest, vond ik wel wat anders gaan doen. En bovendien vind ik echt, als je ergens 11 jaar wethouder geweest bent, dan wordt het echt hoog tijd dat je het aan je opvolger overlaat. 3 periodes is echt wel de max. Dan ben je 6 jaar lang als adviseur in de slag, wel steeds in het publieke domein. 80-90% van mijn opdrachten waren voor gemeentes en provincies. Oké. Maar ik wist van mezelf al wel dat ik vroeg of laat wel weer een keertje terug wilde in die wethoudersrol.
Ik had het eigenlijk nog niet in mijn hoofd voor nu. Maar het zit natuurlijk toch... Ik hoor hem maar. Het kriebelt. Ja. En echt heel toevallig, wij waren op vakantie in Portugal. En nou ja, zoals iedereen dat tegenwoordig wel eens doet, dan zit je een keer te scrollen op je telefoon. Ja. En toen zag ik deze factuur langskomen. En ik heb hem gewoon weggeklikt. Want ik had hem wel vaker al weggeklikt. Maar deze bleef in mijn hoofd zitten. Die bleef hangen. Die bleef hangen. Dus je gaat het nog eens lezen. En je gaat je erin verdiepen. En toen ging je erover bellen. En dat had ik beter niet kunnen doen. Dat was het begin. Dat was het begin. Maar dan... U zegt al van, ik ben me erin gaan verdiepen. U wist dus ook dat de politieke situatie hier, misschien is instabiel een groot woord, maar toch niet een van de meest smeuïge situaties was. Nee, nee. Is dat dan een uitdaging? Is dat niet iets wat u zegt van, nee, dat houdt me tegen? Dat heb ik ook in andere interviews al gezegd. Dat houdt me niet tegen. Ik zou zelfs juist kunnen zeggen dat dat een reden is waarom ik dan blijf denken over die vacature van, ja, wat is hier dan aan de hand in Hellendoorn? Ja. Wat is hier gebeurd? Waarom hebben ze twee wethouders van buiten nodig? En bijna, op een gegeven moment denk je bij jezelf, ja, maar misschien ben ik wel degene die daar een goede rol in kan vervullen. Er ook van uitgaande dat iedereen eigenlijk niets liever wil dan dat die periode wordt afgesloten. Ja. En dat we over kunnen gaan tot de inhoud, besturen van deze gemeente, zorgen dat we de goede dingen voor de inwoners doen. En ik denk, ja, misschien ben ik wel degene die kan helpen om, zeg maar, daaruit te komen. En echt met elkaar in een goede samenwerking met de inhoud aan de slag te gaan. En dat is ook wel wat ik nu proef. Hè. Dat gaat echt met vallen en opstaan. Misschien blijft dat nog wel even zo. Maar de onderlijn die ik proef, ook bij de raad, is van jongens aan de slag met elkaar. En gewoon de dingen doen die mensen willen, de burgers van deze gemeente willen. Dat er gaan gebeuren. Huizen bouwen, goede sociale voorzieningen, et cetera. Ja. Ja, na een aantal informatiepogingen is op een gegeven moment wel gebleken dat de raad zegt, oké, we hebben verschillen, maar laten we vooruit gaan met elkaar. Precies, precies. En die grondhouding proef ik eigenlijk nog steeds in de raad. Zeker, ik ook. Ja. Volledig. Hoe blij bent u met uw portefeuille? Ik heb het even opgeschreven, want ik kan het niet onthouden allemaal, maar goed wonen, ruimtelijke ordening, vergunningen, erfgoedmonumenten enzovoort enzovoort. Ja, ja. Ja. Is dat ook een beetje uw vakgebied? Ja, dat is wel. Als ik van tevoren had mogen kiezen welke portefeuille ik wil, was het precies deze portefeuille. Het is ook dezelfde, min of meer dezelfde portefeuille die ik 9 van de 11 jaar in Ermelo gedaan heb. Dus het is ook het vakgebied wat ik beheers. En ik had ook in de gesprek al aangegeven, als jullie nou wel maximaal willen profiteren van de kennis en de ervaring die ik heb, dan moet je mij wel een portefeuille in het fysieke domein geven. Ja. En het liefst deze. Ja. Dat weet je op dat moment niet zeker of dat dan ook uit de bus rolt. Nee, vooral omdat er 2 grensdag werden. Ja, en omdat er 4 collegeleden zijn. Precies. Natuurlijk. Die er ook wat van vinden. En die in die rijdende trein al zitten. Ja. Dus we zijn daar binnen het nieuwe college gewoon gesprek over aangegaan. En toen bleek eigenlijk dat de andere twee in de basis terug wilden naar hun oorspronkelijke portefeuille. Dus dan ging het vrij snel. Dus alleen Egbert is wel financiën blijven doen, zeg maar. Ja. En dat past eigenlijk ook beter bij zijn achtergrond. Oké, okay. Ja. Dus dat mist u niet? Nee hoor, nee. Ik denk dat ik het wel gekund had, maar daar had ik geen ervaring mee. Nee. Dus prima zo. Ja. En dan, hij is heel breed, warmtetransitie bijvoorbeeld hoort er ook bij. Ja. Wat moet ik me daar nu precies bij voorstellen? Windenergie ken ik. Ja, maar warmtetransitie, er zijn eigenlijk, als het gaat over de verduurzaming van de woningvoorraad, 2 elementen, dat is warmte en elektrificering, zeg maar. Ja. Dus, even plat gezegd, we vinden in Nederland met elkaar dat we van het gas af moeten. Wat is dan de alternatieve warmtebron? En we hebben dat als college aan de woonopgave gekoppeld, omdat het eigenlijk wel echt gaat over de woning. Dus broertje, zusje, hè? Ja, dat is het een beetje het verhaal. Als je dan toch met die woonopgave aan de slag gaat, dan hoort dan ook meteen dan de warmtetransitie bij als onderdeel van die verduurzaming. Dus vandaar dat hij in mijn portefeuille terechtgekomen is. Ja, dat gaat over isoleren. Hè? Dat begint met isoleren. Daar heb je de eerste winst. En dan kijken van, hoe gaan we straks ons huis verwarmen? Ja. En daar, ik zit er nog niet goed in. Maar mijn beeld is dat in deze gemeente ook echt nog even goed gezocht moet worden. Van, wat zijn dan hier de passende warmteoplossingen? Waar we dan op lange termijn mee uit de voeten kunnen. Er is al een hele slag te maken. Ja, dat geloof ik graag. Ja, misschien een beetje hak op de tak, maar elke wethouder die heeft ook een aantal gebieden waar hij heen gaat vertegenwoordigd. Ja. Nijverdal-Zuid en Hellendoorn, als ik het goed heb. Ja, zeker. Dat zijn wel flinke kernen. Ja, prima. Grote kernen. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is een goede vraag. Dat is voor mij ook nog een vraag. Dat is heel breed, volgens mij. Ja, dat is heel breed.
Dus dan moeten we nog even kijken van wat dat precies betekent. Het betekent in ieder geval dat ik extra aandacht aan schenk in de breedste zin van het woord. Dus als er wat te doen is in Nijverdal-Zuid en Hellendoorn, nou, dan kijken ze dus wel als eerste even naar mij van of ik daar dan naartoe kan. Ja. En in principe wil ik dat dan ook wel. En ik vind dat ook wel leuk. Ja, Nijverdal-Zuid moet ik eens even goed kijken van hoe zit dat daar? Wat leeft daar? Hoe groot is dat gebied, Nijverdal-Zuid? Ja, ik vermoed, maar dat weet ik nog niet eens helemaal zeker, dat het gewoon heel Nijverdal is ten zuiden van de N35 en de spoorlijnen. Dus daarboven hebben we de Kruidenwijk. Ja. Die hoort er dan niet bij. Maar dat alles ten zuiden, dus dat is gewoon het grootste deel van... Gelukkig dat de Kruidenwijk er niet bij hoort. Nee. Gezien de situatie betreft AZC. Ik bedoel, dat zou dan helemaal lastig worden. Nou is dat in eerste instantie de portefeuille van onze burgemeester? Van de burgemeester, ja. Het is wel zo dat als de locatiekeuze eenmaal definitief zou zijn en de uitvoering daarvan ter hand genomen moet worden, dan komt die wel bij mij terecht. Omdat het dan weer het ruimtelijk proces... Precies, dan zit je maar in een andere hoek. Dan zitten we wel echt in een andere fase. Ja. Ja. Maar dat en het dorp Hellendoorn, en dat vind ik wel echt heel leuk. Want ik ben natuurlijk al een paar keer geweest, het is wel echt een heel mooi dorp. Ja. Dus ik zie er ook echt wel naar uit om de mensen daar beter te leren kennen. En te kijken van ja, kan ik iets voor Hellendoorn, voor het dorp betekenen daar. Of misschien dat ze wat voor u kunnen betekenen. Zo is het heel verrassend en mooi zijn. Ja, nou ik ben benieuwd dat dat dan zo kan zijn. Nee, ik heb zo geen voorbeeld. Wie weet. Nou wie weet, ja. U bent nu ingestapt als wethouder. Over 2 jaar zijn we weer gemeenteraadsverkiezingen. Bent u daarna nog weer beschikbaar hier? Of is dat iets van, dat moet ik nog even bekijken? Dat is, die vraag is me vaker gesteld. Ja. Ik ga er nu gewoon vanuit dat dit voor 2 jaar is. Zo is het ook van tevoren met ons besproken. Ja. Ik ga er ook vanuit dat er over 2 jaar wel de basis gelegd zal zijn om op een normale manier een nieuwe coalitie te vormen. Dat is natuurlijk ook wel gewoon de bedoeling. En ik ga er op dit moment niet vanuit dat er dan nog weer een rol voor mij is weggelegd. Dus, en verder, zeg nooit. Nee, maar dat weet ik zelf ook nog niet. Ja. Even de laatste vraag. U bent lid van het CDA. Maar u komt, net als uw collega, hier binnengekomen als partijloos wethouder. Ja. Hoe lastig is dat? Voor mij niet, in ieder geval. Nee, we hebben het toch over u gaan praten. Ja, nee, voor mij niet. Sterker nog, ik vind het eigenlijk ook wel prettig. Oké. Kijk, want je bent sowieso, als je wethouder bent, ben je wethouder voor de hele raad. Ja. En dat is natuurlijk toch altijd ook een beetje spagaat. Als je vanuit een bepaalde partij bent voorgedragen en namens die partij ook wethouder bent. Ja, dan moet je ook de belangen van die partij. Dus dat is altijd een beetje een spanningsveld. Daar heb ik dus nu gewoon geen last van. Ik ben gewoon wethouder voor de hele raad. Dus alle fracties zijn voor mij echt gelijk. Ja. En ik vind het zelf ook echt heel belangrijk om dat ook gewoon te bewaken. Ik wil zeggen, er zal niet naar u gewezen worden, hoopt u van, hij is CDA-man, dus... Want dat merk je wel, want enzovoort. Nee, precies. Dat wil ik echt vermijden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik CDA-lid ben. Dat is een overtuiging. En ook met overtuiging. Dat snap ik ook helemaal. Ja, maar dat is hier in deze setting niet relevant. Ja, en dat wil ik ook wel graag zo laten zijn. Dat snap ik, Nee, maar dan kom je echt in de spagaat. En zeker als je oorlog van buiten komt, dan is het nog iets anders, denk ik. Precies. Dan dat je gewoon uiteraard hier wordt gekozen. Zo is het, ja. Ik ga u heel veel succes wensen hier. En ik neem aan dat we elkaar nog een keer vaker gaan spreken. Nou, neem ik ook aan. In ieder geval, dank voor uw tijd. Heel graag gedaan. Oké. Laura Mak, welkom in de studio. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. Ja, fijn. We hebben jou uitgenodigd, Laura, vanwege toch wel bijzondere ontwikkelingen binnen het CDA. De aanleiding dat je hier zit is eigenlijk een hele droevige aanleiding. Zeker. Ja, ja. Het heeft te maken met Rick Brink. Ja, onze fractievoorzitter, die helaas inmiddels ruim een maand geleden heel onverwachts is overleden. Ja, even voor degene die even zoeken, fractievoorzitter van de Provinciale Staten van het CDA. Van het CDA, ja. En daarvoor natuurlijk bekend als, meest bekend als minister van gehandicaptenzaken, de rol die hij lang op zich heeft genomen. Ja. Maar al heel lange tijd actief in het CDA, ook in de raad in Hardenberg gezeten. En het afgelopen jaar bij ons fractievoorzitter geweest. Ja, en tijdens de provinciale verkiezingen. In het traject ervoor, veel op tv, veel op Oost ook. Mooie programma's waar hij aan deed. Ja, en dan was het heel plotseling, hè?
Ja, voor iedereen echt heel onverwachts. Ja. Hij was 's ochtends nog bij een opening van de molen. Daar had hij ook nog wat op zijn social media over gezet. Ja. En hij is 's middags heel even gaan rusten en daar niet meer uit wakker geworden helaas. Ja, ja, droevig. Ja, en ondanks dat, hè, want dat is dan ook waar, mogen we jou feliciteren met jouw benoeming als fractievoorzitter. Ja, maar dat is heel dubbel. Het is niet fijn, maar het feit zelf, nou, daarmee felicitaties. Dankjewel. Hoe gaat het dan, Laura? Jij stond al nummer 2 op de lijst. Ja. Automatisch doorgeschoven of is er dan nog even wat reuring in het CDA? Nou, reuring wil ik het niet noemen, maar automatisme is het ook zeker niet. Ik was natuurlijk al vice-fractievoorzitter, maar dat betekent dat je eigenlijk alleen invalt als de fractievoorzitter een keer niet kan. Ja. Maar de fractievoorzitter wordt uit het midden van de fractie gekozen. Dus nou, alle fractieleden hebben daarin evenveel kans of evenveel stem om de fractievoorzitter te worden. Ja. Ja, dan moet je kandideren waarschijnlijk. Jij hebt gekandideerd, waren er nog tegenkandidaten? Nou ja, tegenkandidaten klinkt heel formeel, maar het gaat erom de mensen in de fractie geven aan of ze belangstelling hebben voor die rol. En nou ja, er waren de meerdere die zeiden, ja, het liefst hebben we natuurlijk de fractievoorzitter die we hadden. Ja. Daar waren we het allemaal over eens. Maar meerdere die inderdaad ook wel zeiden, goh, ik zou de verantwoordelijkheid wel op willen pakken. Ja, ja, dan komt er dus een verkiezing, wordt gestemd. Ja, nou, zo formeel was gelukkig niet nodig, want nou, toen ik ook aangaf als een van de leden, nou, ik wil ook die verantwoordelijkheid wel op mij nemen, ik zou het heel mooi vinden. Ja. Toen was eigenlijk iedereen het er wel mee eens, nou ja, dat ze mij dat graag zagen doen, dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, je ster reist snel. Het is niet lang geleden dat je voor de jongeren bij de gemeenteraadspolitiek, de gemeenteraadsverkiezingen, het woord voerde voor het CDA. Ja. Ik ben fractievoorzitter van de Provinciale Staten. Ja. Een grote sprong. Nou, dat gaat inderdaad wel heel erg hard. Ja, ja, 2 jaar geleden inderdaad de gemeenteraadsverkiezingen. En een jaar later zat ik bij jullie in de studio voor de Statenverkiezingen. Ja. Nou, nu zit ik er weer. Ja. Ja. Kan het hard gaan? Maak je grote sprongen? Komt er veel meer op je af? Nou ja, tuurlijk kan het te hard gaan, maar en er komen meer dingen op mij af en meer nieuwe dingen. Maar ik hoop ook mij te ontwikkelen en op die manier te leren. En ik heb een hele fijne fractie achter me, een hele fijne ondersteuning vanuit het CDA. Ja. Die eigenlijk allemaal zeggen, we gaan je daar ook bij helpen, want alleen kan ik dit natuurlijk niet. Ja. Wat wordt nou precies jouw taak? Ik snap dat als je fractievoorzitter bent, dan ben je voorzitter. Ik zie je dan aan het hoofd van de vergadering, de zaak leiden, maar wat zijn je taken nog meer? Nou ja, je bent eigenlijk daarmee een beetje het gezicht van het CDA in Overijssel en van de fractie. Dus ja, neem mee dat je de grotere thema's in de Provinciale Staten daar het woord opvoert. Maar het betekent ook dat je wat zichtbaar moet zijn in de provincie. De CDA-afdelingen die wij in elke gemeente nog hebben, daar goed de aansluiting bij vindt. Ja, en ook nog wel een lijntje met het landelijke CDA hebt natuurlijk. We beginnen eens met die eerste lijntjes. Je hebt de gemeentes waar CDA partijen zijn. Hoe heb jij daar contact mee? Nou, we hebben in elke gemeente een bestuur en natuurlijk een fractie in een gemeenteraad. Ja. En we proberen zo goed mogelijk daarbij aan te haken. Nou, ook dat doe ik niet alleen, want elke fractie heeft eigenlijk een aantal gemeenten als contactmoment. Maar je probeert wel bij de belangrijke ledenvergaderingen bijvoorbeeld aanwezig te zijn. Ja, als je kijkt naar onze eigen gemeente, die bezoek je dan één keer in zoveel tijd? Ja, ik probeer daar aan te haken bij de fractie in de gemeenteraad. Dat is altijd handig voor de korte lijntjes, want wat er natuurlijk in de provincie besloten wordt, heeft ook zijn invloed op de gemeenteraad. Dus het is goed om opgelijnd te blijven. Ja. Nou, toevallig gisteravond hadden wij de ledenvergadering van het CDA Hellendoorn. Dus dan kom ik ook graag even langs om te vertellen hoe het gaat in de provincie. Ja, dat was even thuis. Dan heb je de contacten met de gemeenteraden. Is het andersom ook zo dat ze jou benaderen vanuit de gemeenteraad? Van daar zitten ergens mee, kun jij voor ons iets? Ja? Gelukkig wel, ja. Ja, want wij horen graag wat er natuurlijk allemaal speelt. Nou ja, als je een heel actueel dossier pakt, dan is dat het windbeleid en de windturbines. Speelt bijna overal. Ja, en heel veel gemeenteraden moeten daar nu toch een beslissing over nemen. Dus die komen dan of bij mij of bij een van mijn andere fractieleden om toch eens even te vragen wat kunnen we het beste doen. Maar er zit ook wel een stukje boosheid, denk ik, als het gaat om de windenergie. Zeker. En verwijt de Provinciale Staten dat ze rustig hun eigen gang gaan. Ja. En alles wat er in de gemeente, jij hebt dat meegemaakt. Jij hebt meegemaakt hier in deze gemeente dat we vanuit de plaatselijke belangen, de dorpsraden, de kleine kernen, allerlei acties werden ondernomen om aan die energievraag te voldoen. Ja. Om daarna te horen te krijgen dat het eigenlijk
Tijd is geweest als ze dat gedaan hebben. Ja, dat is eigenlijk wel een hele vreemde gang van zaken. En daar zijn wij als CDA ook helemaal niet blij mee in de Provinciale Staten. We hebben inderdaad een heel mooi proces gehad met alle gemeenteraden, waar alle raden eigenlijk in stelling werden gebracht. Ja. En werd gevraagd, doe nou eens een bod en laten we nou het gezamenlijk met elkaar oplossen. Ja, ja en het afgelopen... Die bereikte meer dan gevraagd. We hadden... Ja, ja, resultaat. Weliswaar grotendeels met zon. En we moeten helaas, maar we moeten ook iets met wind. Maar daar hoop je tot een gezamenlijk een goede oplossing te komen. En de Provinciale Staten, het college heeft daar nu toch de houding aangenomen om in die zin de gemeente een klein beetje te overroelen. En zelf nu gebieden te gaan aanwijzen. Je ziet de gemeente zoeken in een positie naar de provinciale zoals. Reis heeft zijn eigen positie, Wier heeft zijn eigen positie. De gemeente Helmond heeft ook heel erg gezocht. De provinciale staten zijn nog niet meteen de beste partner van de gemeente op dit gebied. Nee, en dat vinden wij onwijs jammer. En wij hadden dat ook heel graag anders gezien. Dus ja, vanuit... Hoe gaat het dan, Laura, in de provinciale vergadering zelf? Als daar, jullie zitten daar, We zijn het dus niet zo mee eens. De andere partijen wel. Ja. Hoe gaat het dan? Hoe is dan die verhouding? Nou ja, de verhouding is dat wij natuurlijk in de oppositie zitten met elkaar. Dus het voorstel is nu 3/4 jaar geleden al wel, dus vrij in het begin, toen wij net in de Staten zaten, langsgekomen. Om toch een andere houding aan te nemen op het windbeleid. Nou ja, ik ben daar zelf de woordvoerder niet op het dossier, maar mijn fractiegenoot heeft dat onwijs goed opgepakt. Daar heel duidelijk gemaakt dat dit niet de manier is waarop het CDA met de gemeente wil samenwerken. Wij willen dat graag in overleg doen en niet als provincie die dat overhoelt. Maar ja, als je daar wat wil veranderen, moet je de meerderheid van stemmen hebben, want zo werkt democratie natuurlijk ook. En die kregen wij helaas niet bij elkaar. Nee, dat mogen duidelijk zijn. Nee, zijn er meer van die dossiers waar eigenlijk de gemeente tegenover de provinciale staat staat? En is het gevoel wat ze dan hebben? Nou, ik denk dat dit de grootste is. Je merkt hier in de gemeente speelt natuurlijk ook heel veel rondom het AZC. Maar daar hebben wij als staten dan weer wat minder in te zeggen. De commissaris van de Koning staat daar wel tussen. Die heeft daar nog wel een taak. Ja. Maar dat soort vraagstukken komen in de staten niet langs. Ja, dat is begin juli is daar de raadsvergadering in de gemeente Helmond. Daar wachten wij op als hooi om daarna daar verslag van te doen. Dus dat komt ook. Ja, je noemde al de commissaris van de Koning, die staat weer een beetje aan de leiding van de Provinciale Staten. Klopt. Een beetje, meer dan een beetje. Ja. Hoe is het lijntje dan naar boven? Het lijntje naar beneden, naar de gemeente hebben we nu gehad. Hoe zijn nou de lijnen bijvoorbeeld van het CDA naar de landelijke politiek bijvoorbeeld? Nou, goed gelukkig. We hebben nu natuurlijk in de Tweede Kamer een kleinere fractie met de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En daarmee hebben we eigenlijk als CDA ook gezegd, weet je, wij moeten die 5 mensen die daar nog zitten voor het CDA, moeten wij met z'n allen gaan helpen. Want je kunt niet met 5 mensen, hebben wij zelf ook in de Staten meegemaakt, daar zijn we ook gehalveerd vorig jaar. Je kunt niet met een kleinere club mensen hetzelfde werk doen. En daardoor moet je krachten bundelen. Dus je merkt dat contact juist, doordat we kleiner zijn geworden, misschien heel gek, heel veel beter is geworden. Hoe bundel je dan die krachten? Hoe doe jij praktisch? Nou, door heel specifiek bijvoorbeeld onze woordvoerder in de Tweede Kamer op infrastructuur. Daar heb ik goed contact mee als het gaat om de infrastructuur in de provincie Overijssel. Nou, je hebt letste N35 in die keer. Daar regelmatig stuur ik onze jongen daar een mailtje met dat het toch echt heel belangrijk is dat we daar wat aan gaan doen. Ja. En hij heeft natuurlijk niet de mogelijkheid om van alle N-wegen in Nederland zelf te onderzoeken wat nou het belangrijkste is. Dus dan helpt het heel erg dat er in de provincie mensen zitten die zeggen, nou, als je voor Overijssel nou wat wil doen, doe dan maar die N35. Een ongevraagd advies. Exact. Ja, ja. Ja, blij met Bontebal? Ja, onwijs. Ja, ja, volgens mij was dat exact wat wij als CDA nodig hadden. Iemand die rustig het verhaal vertelt. Ik ben heel blij hoe die zich ook opstelt in de kabinetsformatie. Een tikkeltje humor erin, maar constructief. Dus nou, volgens mij CDA puur zang. Mooi zo. Als je nou, je wordt nou fractie, of je bent fractievoorzitter van het CDA, worden er nou een speciale eisen aan je gesteld als het gaat om misschien opleiding, misschien te volgen opleidingen nog?
presentatietechnieken, noem maar op. Ga je de mediatraining in? Waar gaan ze allemaal aan je sleutelen houden? Nou, ik hoop niet te veel. En wel de dingen die ik echt nodig heb. Er worden geen eisen gesteld. Ik word niet in een keurslijf gedrukt. Maar er wordt natuurlijk wel aangeboden dat ik bepaalde coaching kan krijgen vanuit het CDA landelijk. Er zijn allerlei soorten opleidingen die wij kunnen doen. Nou, mediatraining is er daar ook een van. Maar goed, ik heb daar allemaal ook nog wel een eigen mening in wat je wel en niet doet. En wat ik nodig heb is gelukkig beschikbaar. Ja, ja. Blijf maar lekker jezelf. Dat ga ik proberen te doen. Ja. Ja. Als je nou kijkt naar de landelijke politiek, daar ben je dan ook een beetje al deel van. Er gebeurt nogal wat. Hè? Ook nou. Vandaag komen er weer berichten over minister Spots. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, weet je, wij als CDA nemen geen deel aan dit kabinet en niet aan deze coalitie. Ik denk dat de coalitie die nu gevormd wordt, weerspiegelt de stem van de kiezer. Dus dat vind ik heel fijn, dat de grootste partijen wel hun verantwoordelijkheid nemen met elkaar. Ja, en de voorstellen die daaruit komen, die beoordelen wij op het voorstel zelf. En ja. Wat goed is, daar gaan we in mee. Ja. Wat we niet zo goed vinden, dan zullen we met betere oplossingen komen. Je blijft heel kritisch. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Heb je dan het gevoel dat je het ook nog kunt, of is hier nou een groep bezig die heel ver bij jullie vandaan zit, waar je ook geen contact mee kunt krijgen? Nou, dat denk ik niet. Wij proberen op allerlei vlakken altijd met elke partij samen te werken. En je hebt partijen, op de ene partij, noem een BBB, hebben wij best wel overeenkomsten op het dossier van landbouw. Nou, met andere partijen hebben we op andere vlakken weer overeenkomsten. Dus ja. Die samenwerking zoek je altijd. Een beetje dezelfde tekst die ik van Bontebal hoor. Waar nodig ondersteunen wij en waar we kritisch zijn, dan geven we het aan. Ja. Nou, Laura, leuk dat je er was. Leuk dat je even graag gedaan. Het licht liet schijnen op jouw positie als fractievoorzitter. Wij wensen je heel veel succes. Dank je wel. We zien je vast en zeker vaker. Dat hoop ik. Ja. En hiermee zijn wij gekomen aan het eind van onze uitzending. In juni komt de uitzending over het asielzoekerscentrum. Daar wachten wij op. Daar zullen we in juli ook verslag van doen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.